Jakkes, we hebben al deze spelletjes al gedaan. Dit is slecht. Wat heb je daar? Hoe snoep je stiekem in een schaatsbaan? Goed idee. Hier is onze nieuwe uitdaging. Dit is mijn favoriete kanaal. Hé, wat is dit? Nog een reclame. Het hapert. Waar zijn we? En waarom zijn hun outfits beter? We moeten rekken. Welkom bij het spel. Zie je dat spaarvarken? Al het snoep erin zal veranderen in echt geld. Wie het meeste snoep heeft, mag het geld houden. Laat de spelen beginnen. Ik heb honger. Let op hem voor mij. Rood licht. Groen licht. Laten we gaan. Haast je niet. Rood licht. Oh nee, onze Skittles. Groen licht. De mijne. Nee, de mijne. Rood licht. Geef hier. Geef jij maar. Laten we een selfie nemen. Geef hem mijn Skittles. Oeps. Wij deden het. De Skittles zijn van ons. We zijn aan het winnen, Paul. Hoe kon je ze laten gaan, Carol? We verliezen deze ronde. Lopen, speler. De volgende taak is om de suikerspin langs de bewaker te smokkelen. Ik heb een geweldig idee. Excuseer me, ik werk hier ook. Ik vroeg me af of er een bewakersvakbond of iets dergelijks bestaat. Kan ik? Maak dat je wegkomt. Wat een idioot. Ga aan het werk. Wat heb ik verkeerd gedaan? Goedemiddag, vriendelijke heer. Uw excellentie, ga uw gang. Volgend spel. Wie er meer marshmallows in zijn mond kan stoppen, wint deze ronde. Wat? Veel marshmallows in je mond. Laten we het marshmallowgevecht beginnen. Kom op, Dave. Doe je kaak open als een python. Paul, sneller. De prijs is voor ons, verliezers. Kom op, Dave. Paul, we verliezen. Alweer. Oh, bullseye. Dit is je verborgen talent. Blijf schieten. Wat? Marshmallow aanval? Ze spugen recht op het varken af. Maar we hebben er nog meer. Het volgende spel is zoet touw trekken. Hier hebben we voor getraind. En we zijn er klaar voor. Trekken, Carol. Harder. Kunnen we het niet gewoon aansnijden? Dit is voor jou en dit is voor ons. Eerlijk en rechtvaardig. Was dat een optie? We moeten de snoepjes beter verstoppen. Rood licht. Groen licht. We hebben alles verstopt. Laten we gaan. Je bent klaar, Dave. Ze krijgt je niet te pakken. Rood licht. Ze heeft ze allemaal meegenomen. Niet allemaal. Waar ben je zo blij om? Uw aandacht, alstublieft. Ik heb een klein snoepje meegenomen. Het is een stuiver waard. We zijn rijk. Oh, de overwinning is zoet. Neem je Skittles en maak je klaar voor het volgende spel. We gaan ze verpletteren. Hoeveel Skittles heb ik? Ze denken dat ze zo slim zijn. Nee, geef ons je kegels. Oké, Paul, verman jezelf. Laten we onze kegels tellen.
1, 2, 3. Ze zullen het nooit raden. Serieus? 3? Hoe hebben ze het geraden? Misschien spelen ze vals. Nog een keer. 1, 2. Ze zullen het zeker niet raden. Misschien 2. Hoe doen ze dat? Pak onze kegels. En nu? 1. Ze lezen onze gedachten. Losers, we hebben dit in de zak. Bedankt, jongens. Wat? Bedriegers. Je zult er spijt van krijgen. Maar niet nu. Mijn hoofd. Ik heb heerlijk geslapen. Spelers, kies je snoepjes. Ik weet wat ik moet doen. Knip de cirkel door, Dave. Laten we het proberen, Paul. Het is ons gelukt. We hebben de cirkel. Mazzel. Oeps. Kijk naar het medaillon. Het hypnotiseert je. Het is gelukt. Dave, hou vol. Ze zijn al klaar. Ik heb een idee. Stop. Kijk, dit zijn onze vriendschapkettingen. Vriendschap is magie. Jullie kunnen gaan. Hier zijn onze snoepjes. Verkeerde plaats, Paul. We hebben nog meer. Wauw, ijs. Wat is dit? Hinkelbaan. Dat is makkelijk. Ga terug. Nicole springt. Ga je gang, zus. Kom op, sneller. Ik duim voor je. Nicole, Nicole. Oh, nee. Oh, arm ding. Hebbes. Wauw, mooie bonus. Laten we naar de overwinning springen, Dave. Wat is hier aan de hand? Wat is de volgende opdracht? Kijk, het is het Squid Game. Uw aandacht alstublieft. Dit is Coca-Cola en een beker Mentos. Je moet deze hele ruimte oversteken en de Mentos op het deksel balanceren. Heb je het? Oh, dat is te moeilijk. Maak je geen zorgen, zus. Ik heb een extra snoepje verstopt. Ik ga. Kom met me mee, zus. Ga je gang, Paul. Ik geloof in je. Yeah, ik deed het. Jammer, maar het is niet jouw schuld dat je duimen hebt. Laten we gaan, Nicole. Hier is de prijs. $1 miljoen. We hebben gewonnen. Nog niet. Er zit nog een beetje frisdrank op mijn shirt. Dit is niet genoeg. Sorry, losers. Paul, pak je extra snoep. Wat? Heb je het opgegeten? Ik was zo nerveus. Er zijn wel kruimels. Ja, we hebben evenveel. 1 miljoen. En wat nu? Niemand wint. Ik weet het. Oude kauwgom uit mijn schoen. Dat zal beslissen wie er wint. Ja, we hebben gewonnen. We zijn rijk. Wie noemde ons losers, hè? Huh? Oh, yeah. Vond je onze zoete Squid Game leuk? Reageer dan hieronder en vertel ons welke methode om snoep langs de bewaker te smokkelen je het leukste vond. En jullie, abonneer je op ons kanaal, like deze video en klik op het belletje. Misschien enkele hilarische nieuwe video van Woehoe!